Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve weegschaal voor de maand december 2021. Het is de tweede keer dat ik deze opneem, want de vorige keer was het blijkbaar misgegaan met het geluid. Het was te zacht en het was heel vermoeiend om daarna te luisteren. Sorry daarvoor. Ik weet niet hoe dat komt, maar mijn computer had er gewoon even geen zin meer in. Dus ik hoop dat het nu allemaal oké is. De vorige keer was de titel... samen creëren. Tijd voor een dutje onderop. Ik kon daar dat ook even. Samen creëren, dus samen met andere mensen iets creëren. Maar er was ook een boodschap van bemoeder jezelf. Zorg goed voor jezelf. Wees jouw eigen moeder en wees lief voor jezelf. En wees in volledige zelfliefde. En hier met een dutje onderop. Tijd voor een beetje lief te zijn voor jezelf, precies. We hebben de stam, nummertje 8. Er is een plek, een gemeenschap, een persoon, een partnerschap waar je je thuis voelt. Je bent op zoek naar de plek waar je erkend wordt, gekend wordt, waar je je thuis voelt. Soul tribe energie. Ik heb glinstering, nummertje 16. Niet alles dat glinstert is goud. Er zijn twee maskertjes hier. Dus ik kan spreken over inderdaad niet helemaal eerlijk zijn. Ten opzichte van anderen. Of een masker voorhouden ter bescherming. We zullen zien wat dat is. En we hebben nummer 46, vernieuwen. Voor mij zit een beetje de energie na een toren. Hè? Er is iets dat de grond onder je voeten enigszins een beetje vandaan heeft gehaald. Dit is een vulkaanuitbarsting die eigenlijk schoon lei heeft gemaakt, schoon schip en alles heeft verwoest onderweg. Maar lava is heel vruchtbaar. Dus het begint weer te groeien. Er is weer licht, er is een zon, waardoor de vruchtbaarheid ook gaat komen. Met de kaart, of met de energie van mijn moeder jezelf, denk ik aan de keizerin. En dit spreekt inderdaad ook over vruchtbaarheid. Dus... er is een vernieuwende energie naar iets dat verwoestend is geweest misschien, of veranderd. Het is een soort van shift, een transformatie. Oké, we zullen zien. Wat is de heilige energie? Kort, mijn lieve weegschaal. De 5 van staven. Obstakels en uitdagingen. Hij kwam wel ondersteboven, dus we zijn wel aan het einde aan het komen van de obstakels en de uitdagingen. Maar er zijn er best wel wat geweest. Precies, het is hier niet gemakkelijk. Dat kunnen interne conflicten zijn. En welke kant gaan we nu eigenlijk op? Wat wil ik nog? Een beetje een strijd leveren in je hoofd met jezelf. Het kunnen obstakels zijn. In de uitdaging heb ik de 5 van kelken. Nog een 5. En de aas van zwaarden. Emotioneel verlies staat bij deze. De 5 van kelken spreekt over het verleden. Rouwende over het verleden. Over de obstakels en de uitdagingen. Een beetje triestig zijn. Een beetje te neergeslagen zou ik hier willen zeggen. En met de aas van zwaarden dat overwinnen. Zegevierend succes. Dit is een nieuwe helderheid, nieuw inzicht. Waardoor je een beslissing kunt nemen. Positieve beweging vooruit. Communicatie. Zegevierend succes. Na moeilijke tijden krijg ik hier wel een beetje bij. Ik ga het even zo doen. Makes more sense. Wat is het adviesalsjeblieft voor mijn lieve weegschaal? De gehangene. Ook deze ondersteboven. De keizerin, jawel. De gehangene spreekt over jezelf, je overgeven aan de situatie. Er is van alles gebeurd wat... wat ik zeg, waar je misschien een beetje het gevoel hebt te neergeslagen te zijn, het niet meer zien, het licht aan het einde van de tunnel, precies niet meer, niet zien. En bij deze is het je overgeven aan dat gevoel, zodat je het op een andere manier kunt gaan bekijken. De gehangene, omdat hij zich ophangt en de situatie dus van ondersteboven bekijkt, komt hij tot nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven. Het is ook een ontwakende. Bij deze staat er gewoon recht opoffering. Is er iets dat opgeofferd aan mij moet worden? Moet er een beslissing genomen worden? Wat verdriet met zich meebrengt. Maar omdat er te veel drama, te veel obstakels, te veel moeilijkheid is. Is er een opoffering die plaats moet vinden.
zodat je verder kunt gaan, veel lichter? Is er iets dat niet meer glinstert? Tijd om dat te vernieuwen en om een nieuwe basis voor jezelf te creëren. Wat is de uitkomst? Oh, de magier. Oké. De magier. Ram-energie, nummertje 1. Nieuw bewustzijn, nieuw inzicht. Spiritueel, voor mij van aard, want de kruinchakra is wagenwijd open. Dit is inderdaad dat nieuw inzicht dat precies vanuit bovenaf komt, vanuit een hoger bewustzijn. Dit is samen creëren met het universum. Dit is manifesteren, nieuwe dingen aantrekken, openstaan voor dingen buiten de comfortabele zone. Een nieuw bewustzijn. Oké, ben benieuwd. Hier is inderdaad die helderheid er niet en die gaan we wel krijgen. Onderop heb ik de vier van kelken, ontevredenheid en verveling. Ja, wat ik al zei, de energie is wat lastig. We zijn er wel uit aan het komen hier, maar je bent wat teleurgesteld. Er is iets, ja, de vier van kelken kan spreken over afwijzing, afgewezen worden, bang voor afwijzing. Is er hier iemand, is er een beslissing die genomen moet worden om iets inderdaad af te wijzen? Omdat het ontevreden, verveling, emotioneel niet vervullend is. Dat je dus een beetje los moet gaan laten. En toch, ik krijg hier een beetje dezelfde energie als met maart. We gaan zo meteen even verder verklaren, dus misschien is het niet zo. Maar ik krijg met de opoffering, als je kijkt op een andere manier naar de situatie. Op een andere manier naar de situatie kijkt, zie je misschien dat de situatie helemaal niet zo dramatisch is. Dat er helemaal niet zoveel. Of dat de obstakels nu wel achter je liggen. Dat je het eigenlijk nog wel leuk vindt. En ze hadden inderdaad in het advies dat bewustzijn, dat manifesteren. We gaan het zien. Verklaar de obstakels en de uitdagingen voor mijn lieve weegschaal aan de huidige energie. De 10 van zwaarden. Dit voelt wel redelijk afgelopen, afgerond. Veel kopzorgen, veel problemen, veel. Het gevoel dat je zelfs messen in je rug hebt gekregen af en toe. Dus je denkt van, nee, en nog eentje? Jawel, nog eentje. De 7 van pentakels. De 7 van pentakels spreekt over het analyseren van oké, wat werkt er nu, wat werkt er niet, waar wil ik mijn energie nog in steken, wat moet ik dood laten bloeien, wat wens ik nog, wat droom ik nog, waar wil ik mijn energie nog in steken, want er zijn veel obstakels geweest. Ik heb dus de 10 van zwaarden, 10 zwaarden in je rug, het voelt echt wel als verslagen zijn, het niet. Deze is gewoon dood. Het is niet meer op te staan. Deze kan niet meer opstaan. Dus er is iets redelijk voorbij. Redelijk pijnlijk geweest. Redelijk vermoeiend. Veel obstakels. Veel uitdagingen. Met de 10 is het wel een beetje inderdaad het einde. Het is het einde van die pijn. Het is de oplossing van de problemen. Daar zijn we deze maand echt wel naartoe aan het gaan. Daarvoor moet misschien een beslissing genomen worden. Oké. Ik heb dus de 7 van pentakels. Analyserend, inventariserend. Wat wil ik nu eigenlijk echt? Bij welke pentakel ga ik kiezen waar ik nog mijn energie, mijn tijd, mijn geld in wil investeren? En ik heb de 9 van pentakels. De 9 van pentakels is voor mij de mini-keizerin. Ben je zelfstandig, onafhankelijk? Hier pluk je de vruchten van je eigen werk. Wil je richting een zelfstandige? Ben je dat aan het contempleren? Wil je richting happy single? In ieder geval, ja, tevreden, blij met wie je bent, onafhankelijk. Ja, wat ga ik doen? Ja, wat ik zeg, voor sommigen is het professioneel. Dat er iets niet meer functioneert, dat er te veel obstakels op de weg zijn geweest. En waar je dus nu inderdaad aan het analyseren bent, wat wil ik nu? Wil ik überhaupt nog deze 9 van pentakels onderhouden?
Of heb ik misschien genoeg aan iets minder? En in de liefde, ja, wat ik zeg, wil je misschien eerder happy single zijn dan, want er is hier iets redelijk vermoeiends, pijnlijks, achter de kiezen. Tijd om dat te vernieuwen. Maar je bent dat aan het contempleren. Volgens mij wordt de beslissing nog niet helemaal, want het is de uitdaging. Een kleine uitdaging alsjeblieft. Hoor mij niet een weegschaal. De aas van pentakels, de duivel en de vijf van zwaarden. Drie duiven. Verandering zal er komen. Richting geluk naar moeilijke tijden. Voor mijn gevoel wel samen. Openstaan voor liefde, emotie, geluk, samen. Niet meer alleen. Ik heb dus nog een aas. De aas van pentakels. Een nieuw begin, materieel. Of iets dat tastbaar en concreet is. Beslissing nemen om iets nieuws te beginnen. Maar ja, er is emotioneel verlies. Er is een rouwende energie. Er is iets wat je achterlaat, wat je wel verdrietig maakt. Vandaar dat je de beslissing niet neemt. Vandaar dat je in je hoofd blijft zitten. Met de vijf van zwaarden, dat kan spreken soms over een beetje zelfsabotage. Denken in beren op de weg in plaats van in mogelijkheid. En kan ook spreken over conflict, maar meer een intern conflict. Meer een gedachte van, ja, je gedachten gaan alle kanten op behalve de goede, waardoor je geen beslissing kunt nemen. Je hebt het niet helder. En de duivel, steenbokenergie. Het spreekt over angst. Ego. Het spreekt ook over gebonden zijn. Hier heb ik, zij zijn gebonden niet met liefde, maar met kettingen. Ze kunnen die afdoen. Dus het is door angst vaak blijven we in een bepaalde situatie zitten. Omdat hier ook ondersteboven komt, krijg ik wel het gevoel dat het de beslissing is om je te ontdoen van die kettingen. Er is iets wat jou benauwt, het gevoel geeft dat je vastzit. Niet prettig voelt, als ik zo mag zeggen. Waar misschien veel conflicten zijn of wat ik zeg, op zijn minst in je hoofd. Veel strijd die je levert. En precies tijd om die strijd wel neer te leggen, maar eigenlijk ja, een beslissing te nemen. Beklaar het advies met de opoffering, de gehangene, alsjeblieft. De gematigdheid. Water bij de wijn doen, heling, geduld. Boogschutter, energie, de drie van pentakels. Het spreekt ook echt wel over een compromis sluiten. Is er iets wat je moet opofferen om daardoor je energie, tijd, geld, liefde op iets anders te kunnen focussen? Om een evenwicht, een balans te vinden? Hè? Er moet iets opgeofferd worden. Zodat jij meer in balans komt. En de 10 van kelken. Wat maakt jou gelukkig? 10 kelken. Geluk naar moeilijke tijden. Wat ik al zei, samen, soul tribe, familie, gezin. Binnen een connectie is er een strijd geweest. Is er veel zijn er veel angsten. Hier is het wel om een evenwicht, een compromis te vinden. Een balans te vinden. Een heling dat plaats moet vinden. Voor sommigen is er een opoffering effectief die plaats moet vinden. Want ik heb iets wat niet samen, wat niet werkt. De drie van pentakels is een samenwerkingsverband. Een teamwork, een kameraadschap. Iets wat je samen met anderen doet. Maar wat niet werkt, wat niet goed voelt, wat jou niet iets oplevert van positief. Een samenwerkingsverband, een kameraadschap dat opgeofferd moet worden, maar wel rustig in een compromis proberen te vinden om de goede lieve vrede een beetje te behouden. Maar op zijn minst richting wat jou wel gelukkig maakt. Want we hebben van de 10 van zwaarden gaan we naar de 10 van kelken. Dat is een hele mooie beweging. Maar hier met tijd en geduld. Matigheid is voor mijn boogschutter energie. Wij zitten nu in de boogschutter periode. Tot 21, 22 december denk ik. Dus het is wel een moment om een beslissing te nemen om iets achter te laten, op te offeren, los te laten dat ja, doodgebloed is, dat niet werkt, dat niet functioneert, dat niet lucratief is, dat niet, zodat je een beetje kunt ja,
herrijzen uit de dood. Jezelf kunt vernieuwen. En dan hebben we het bewustzijn. Een nieuw begin. Manifesteren. Aantrekken. Met de magier. Verklaar de magier in de uitkomst. De magier. Oké dan. De acht van staven. Positieve beweging vooruit. Communicatie. Versnelling. Het gaat ineens snel. De keizerin. Bemoeder jezelf. Er is hier wel persoonlijke groei. We gaan van de mini-keizerin naar de keizerin. Overvloediger, zelfstandiger en onafhankelijker dan dat bestaat niet. Dit spreekt over vruchtbaarheid, groei. Dit kan in de lente zijn. Ja, ik heb stier- en ram-energie hier sterk. Dus ram, april, mei voor stier. Dus april, mei in de lente. Is er een nieuw begin wat je nu manifesteert? Ja, dat is eigenlijk ook mei. Ja, dan is het eerder mei. Want de nieuwe maan die wij nu 4 december gaan hebben, is een hele krachtige nieuwe maan. Wat een heel mooi moment is om te manifesteren. Wat je nu manifesteert, ga je tijdens de volle maan over 6 maanden in boogschutter. Dus volgens mij ergens in mei. Ga je de vruchten van plukken. Momenteel als we manifesteren gaat dat snel. Heel snel. Dus het is niet zozeer dat het dan pas concreet gaat worden. Het is zelf dan ga je de plukken ervan vruchten. De vruchten daarvan plukken. Dus ja, komt hier uit het... Ik heb veel achten. Je komt hier uit een gevoel van vastzitten. Maar je het niet ziet, niet voelt, niet, je zit vast. Het mooie is, je zit niet vast. Het is effectief... Be careful what you wish for. Let op hoe je manifesteert en wat je manifesteert. Manifesteer je met angst, creëer je dat. Manifesteer je overvloed, creëer je dat. Je bent hier uit een fase aan het komen waarbij je het gevoel vast te zitten. Er is positieve vooruitgang, communicatie, nieuwe dingen aantrekken, manifesteren. Door deze twee zijn de hoofdmanifestanten. Zij weten wat zij... waard zijn wat zij kunnen. Je bent hier zelfstandig onafhankelijk. Dus voor sommigen kan dit een zelfstandige onderneming zijn, maar die nu ineens heel vruchtbaar is omdat je iets hebt opgeofferd. Voor anderen, wat ik zeg, dit is persoonlijke groei. Dit is... Je moet hier helen, een balans vinden om terug gelukkig te zijn, te voelen. En in je kracht komen te staan. Oké. Wat is de boodschap van het universum? De aas van lente. Nog een aas, dat zijn dus al drie. De zegenwagen. Dus de aas van lente, de aas van staven. Het is tijd om in actie te komen. Wees onbevreesd en ja, volg je moed. Jouw grootste dromen na. Geweldige carrière mogelijkheden. Dit is een nieuw begin voor passie, voor bezieling, voor aantrekkingskracht, voor al dat. De zegenwagen, succes door toewijding en zelfdiscipline. Het vieren van je prestaties in de schijnwerpers komen te staan. Dit is inderdaad, zoals de magier ook, hier neem je de teugels in eigen handen. Je creëert je eigen realiteit. Je begint dat in te zien. Dat jij ook de moeilijke dingen kunt creëren. Ik zeg niet dat dit allemaal jouw schuld is, maar je kunt het creëren. Je kunt het dus ook, je kunt ook geluk creëren. Focus daar je energie op. Niet op het negatieve. Niet op waar je ontevreden bent, waar je je verveeld over voelt. Focus jou op de positieve dingen, want waar je aandacht aan geeft, groeit. Als je continu zit te klagen, zullen we maar zeggen, dan geef je daar aandacht aan. Dus dan wordt dat beklag groter, zwaarder op je schouders. Blijf jij positief, probeer zoveel mogelijk in de positiviteit en in je dankbaarheid te zijn. En vertrouwen hebben in jezelf en in het universum dat het allemaal goed gaat komen. Dan komt dat ook goed, want dat groeit. Hetgene waar je aandacht aan geeft, groeit. Dus hier neem je de teugels in eigen handen en het is tijd om een beslissing te nemen. Oké. De zeven van zwaarden. Er is een betere optie, de zaken niet helder zien, weglopen van de waarheid. Er is iets dat glinstert, maar dat geen goud is.
wat je dacht dat het juiste was. Er is een betere optie. Je gaat het inzien door de situatie op een andere manier te bekijken, door een stap misschien achteruit te zetten, door pauze in te lassen, door jezelf te bemoedigen, liefde voor jezelf te zijn, te helen. Ga je jouw waarheid inzien. Jezelf vernieuwen. Dikke liefde. Oké. Een keuze maken vanuit je gevoel. Dat is de laatste boodschap voor mijn lieve weegschaal, alsjeblieft. Voor dit maand, december. Priesteres, sta op en neem de leiding. Priesteres, ja, voor mij is de priesteres sowieso spiritueel. In contact met de hoger zelf. Kom terug in je kracht, verbreek de banden en hervind je ziel. Die had ik daar straks met het voorschudden ook voor jullie. Doorbreek de banden. Er is iets wat niet goed voor jou is, die jou niet meer dient. En sta op en neem de leiding. Je weet wat je waard bent. Sta terug in je kracht. Creëer je eigen realiteit. Maar wat ik zeg, ja, de opoffering. Ik heb best wel veel magische kaarten hier. Ontwakenende kaarten. Helende kaarten. Dus dat kan absoluut iets spiritueels zijn. Of op zijn minst spiritueel geleid. Dus neem ook tijd om te mediteren. Misschien krijg je ingevingen van jouw gidsen, jouw engelen. Mijn lieve weegschaal, ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en dankbaar voor al jullie berichten. Ik wens je een bijzonder ontwakenende maand december. Ik dank je wel voor het kijken. Oh ja, like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.